Te bombastisch. Te bombastisch. Maar op het moment dat ik hem aantrek, zegt iedereen wow. Helemaal gesteld. Tak. Oeh. Deze is tricky. Vloom, ja. Ik had crop tops aan. Dat is hartstikke mooi. Motokotjo. En waar is hij nu dan? Kijk naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een style battle. En niet zomaar een style battle, want dit is de laatste style battle. En daarom dacht ik, ik doe gezellig met mijn mama. Oeh. Jullie hebben natuurlijk wel al vaker video's gezien met mijn moeder. En jullie blijven er eigenlijk ook wel een beetje om vragen. Dus ja, net zo leuk om dan ook een style battle te doen. Ja, toch? Ja, toch? Dus dat gaan we zo doen. Maar ik ga jullie natuurlijk eerst vertellen wie de vorige style battle heeft gewonnen. En ik wil jullie alvast vragen om je duimpje omhoog te doen. Straks natuurlijk een reactie achter te laten waarin je ook mag stemmen voor wie jij vindt dat moet winnen bij deze style battle. En natuurlijk abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet had gedaan. Goed, de vorige style battle heb ik dus gedaan met Amanda van Efrink. Altijd een heel kleurrijk persoon met heel veel glitter en heel veel roze. En wat we hebben gesteld is dus ook een glitterbroek. Maar wel een zwarte glitterbroek. Dat hadden we allebei heel anders gedaan, want ze hadden nog meer glitter bij gegooid en ook lekker veel kleur. En ik had het met bruin gestyled. En uiteindelijk heb ik gewonnen. Ja. Dankjewel, maar ik vond dat zij het ook heel leuk heeft gedaan. Dus in ieder geval bedankt voor jullie stem en ga straks ook weer lekker stemmen. Maar eerst gaan we mijn moeder nog ietsje beter leren kennen op het gebied van styling en kleding. Wat ik ook nog eventjes van tevoren wil zeggen. Mijn moeder die heeft laatst een ontsteking gehad aan de keel, dus haar wangetje is ietsjes dikker voor iedereen die denkt van hey, wat die dat vrouwtje? Waarom is ze zo'n scheef gezicht? Mam, allereerst, stel jezelf maar eventjes voor, ook al kennen ze je al een beetje. Ik ben Lunette Bruin, taalslager. Getrouwd, 3 kinderen, waarvan eentje hier zo naast mij. En ik ben zelf fysieke verzorgster en werk dus als particuliere verpleegster. Ze heeft een eigen bedrijfje. Eigen bedrijfje. En hoe zou je je stijl omschrijven, mam? Mijn stijl, hoe zou ik mijn stijl omschrijven? Weet je, ik ben iemand die, ik vind kleding leuk, als het maar lekker zit. Ja. Het moet lekker zitten en verder, ik heb niet specifiek van... Het kan net zo'n broek een broek zijn, het kan net zo'n spijkerbroek zijn, een lekkere lange shirtje of een leuke jurk. Is het stoer? Is het vrouwelijk? Het is het meer sexy? Sexy, ja, daar hou ik sowieso van. Okay. Maar ook net zo van casual, toch? Casual. Hoe is je stijl ontwikkeld in de afgelopen jaren? Of eigenlijk, zeg maar, laten we nemen van de tijd dat u ongeveer mijn leeftijd had tot nu. Mm-hmm. Hoe is je stijl ontwikkeld in die periode? Kijk, in de tijd dat ik net zo oud was als jou, of misschien jonger, toen was het in die tijd van die flauwe power dingen, weet je. De broeken met de wijde pijpen, zulke hoge hakken, weet je wel. En deed je daar allemaal aan mee? Ik deed daar wel aan mee, want ik vond het wel heel mooi. Ik heb zelf oude foto's van. En meegaan met de tijd, je moet niet gaan doen, omdat ik ouder ben, gaan we mijn oudbollig lopen doen. Nee, daar gaan we niet aan beginnen. Maar misschien wel iets degelijker of zo. Degelijker, zeker weten. Ja, niet meer dat te korte broekjes, buikje, bloot. Die dingen die doen we dan niet meer. Wat ben je echt gestopt met dragen? Wat draag je niet meer sinds, en sinds welke leeftijd draag je dat niet meer? Kijk, vroeger toen ik nog in Suriname woonde en hier kwam, had ik vaak een... Bijvoorbeeld laat ik een jurk maken, want vroeger dan maakte ze met kleding. Mm-hmm. Kun je zeggen hoe je dat wil hebben. En dan maakte ik bijvoorbeeld een jurk met aan de zijkanten zulke gaten. Oh ja, ja, ja. Aan van die mode, ja, toch, weet je? Ja. Cut-outs. En dat zal ik dus niet meer doen. Nee. Nee. Oh ja, en die 3/4 broeken. Wat voor? Maar dat spijken. Ja. Dat was er toen zo in. En dan trok je die laars tot erbij. Tot bij het broekje. Leuke muziek gingen we dan dansen, weet je wel. En iedereen had bijna hetzelfde aan. Okay. Dat was juist het mooie. Afro-tijd. Mannen ook, hè? Mannen ook. Afro-tijd, weet je. Geweldig. Okay, nice. Hoe is je kledingstijl beïnvloed door de Surinaamse cultuur? Zijn er bepaalde dingetjes uit de Surinaamse cultuur die je nog steeds terugziet in je kledingstijl? Niet echt. Gewoon in de gewone kleding, de gewone wat ik alle dagen aantrek, niet. Maar als ik bijvoorbeeld een speciale feest zou gaan van een Surinaamse feest. En ze vragen bijvoorbeeld een Surinaamse rokje of weet ik veel. Hoe heet het ook alweer? Kotomisi? Kotomisi of een mochokoto noemen ze dat. Het is van die korte rokjes. Mochokoto. En weet je wat mocho betekent? Mocho betekent hoe? Nee, dat bedoel je niet. Dat bedoelen we niet. De naam van die rok is zo. Omdat het korter is dan dat hele...
grote rok. Dus yes. Het is eigenlijk een hoerenrok wordt het genoemd. Zeggen ze, ja zo noemen ze het. Mucho corto. Maar mucho corto. Als je naar zo'n feestje gaat, of als iemand bijvoorbeeld een bepaalde leeftijd, 50 is geel, ik was 60 geworden, paars en noem maar op. Elke leeftijd heeft een kleur, toch? Elke leeftijd heeft een kleur en dan is het leuk als mensen zeggen, ik wil dat graag, die kleur, dat mensen dat aantrekken. Maar en dan in Surinaamse klederdracht. En dan is het in Surinaamse-achtige klederdracht, ja. Maar dingen zoals goud, dat heb je natuurlijk ook wel heel erg aan Surinaamse cultuur. Ja, Alakondre. Alakondre, dat is dan, dit is de zilveren ervan. Dit is de zilver van de alakondre, maar je hebt hem ook in goud. Weet je, en alakondre betekent elke land. Dit is dus die ketting en die heeft verschillende kralen. En al die kralen die staan dus voor een ander stuk. Een ander stuk van of het nog een land is. Maar dan zullen Suriname, dus, toch? Dan zullen de Surinaamse familie ons daar duidelijk even in. Waarschijnlijk krijg ik nu heel veel reacties. Alakondre is ja. Welke invloed heb jij op mijn kledingstijl gehad? Ik kleden jullie altijd modern. Ik ging helemaal naar Den Haag om kleren te kopen voor hun. Uh-huh. Dat iedereen die hun zagen, de buren. Goh, wat heb je dat geweest? Goh, hartstikke mooie kleren. Kom niet uit dorpswinkel, jongens. Ja, op een gegeven moment sloeg ik ook door en ging op vakantie. Dus nu nam ik ook crop top voor een kind van 8 jaar. Ja, klopt. Wow. Ja. Ik had crop tops aan. Het stond hartstikke mooi met een mooie lichaam. En een hotpants. En een hotpantsje. Ja, is nou, waar. Ja. Als het hip was, dan deed ik het. Het was hip en het was, ik en vond het was mooi. Natuurlijk heel warm in Suriname. En omdat het heel warm was. Ik weet nog wel dat je best wel creatief ook was. Want ik herinner me een foto van mij dat ik een tuinpakje aan had. En toen had je daar een, hoe heet zo'n ding die op je... Een bandana doorheen gedaan. Oh ja. Als riem. Als riem, ja. Maar het zag er vet cool uit. Zelf bedacht. Zelf bedacht. Hoe zie je nu nog in mijn kledingstijl dat ik jouw dochter ben dan? Hoe ik jou zie, dat is gewoon dat je dus steeds van mooi houdt. Altijd degelijk voor de dag komen en netjes en niet overdreven, maar gewoon als mensen dat ze zeggen van, god, die kinderen zien er goed uit, altijd netjes. En dat kreeg ik ook als compliment hoor, je kinderen zien er altijd topje uit, weet je wel. Helemaal gesteld. Tak. Ik heb dus van jou eigenlijk geleerd ook, dat ik nooit een item die ik nu heb, direct aandoe. Nee. Nooit. Je bewaart het altijd voor die ene speciale gelegenheid. Inderdaad. En je doet hem nooit meteen aan. Ik weet van mezelf dat ik nog steeds kleren in de kast heb die ik al jaren heb gekocht. Maar die gelegenheid is nog niet dat ik hem aan ga trekken. Want op het moment dat ik hem aantrek, zegt iedereen, wow. Waar heb je die vandaan? Nou, mensen zeg ik dan heel eerlijk, heb ik al jaren in de kast. Dan kijken ze aan. Dat is ook gewoon waar. Jaren in de kast. Jaren in de kast. Echt waar. Ja. Waarin verschilt onze stijl juist wel heel erg? Nu? Ja. Als je kijkt naar mijn stijl en die film. Ja, maar jij bent jonger dan ik, hè? Ja. Die kleuren, de combinatie van het een of ander. Maar ik denk, nou maar dat is niet mijn combinatie. Het is wel goed, het staat wel leuk. Maar ik durf dat niet aan. Dat denk ik. Nee, u bent nog meer van, jij bent meer nog van u, jij, u, whatever. U bent nog meer inderdaad van het matchen. Matchen, juist. En ik doe wel eens even net een ander kleurtje ergens bij. Juist. Wat is dan je favoriete kledingstuk of accessoire uit je kledingkast? Mag ook een sieraad zijn. Nou, wat ik altijd aantrek. Bijvoorbeeld. Kijk, deze ring, die trek ik altijd aan. Reden waarom. Het is ook weer Surinaams. Ja, het is een matte klopper. Een matte klopper noemen ze dat. Deze heb ik al meer dan 30, misschien 40 jaar. Serieus al? Ja, heb ik heel lang. Je zal, als je Surinamers ziet, dan zal je ze vaak zien met een matte klopper. Ja. En deze, die vind ik dus ook een heel mooi. Die heb ik van Piet gekregen. Dus het heeft een naam en het heet Pandora. En een Pandora armband die erbij hoort. Ja. En elke keer krijg je weer nieuwe bedeltjes erbij, toch? Ja. Maar een andere sieraad die ook heel vaak droeg, vroeger, is natuurlijk deze ring. Ja. En daarvan had je er twee. Een rode en een blauwe. En dit is niet zomaar een ring, jongens. In mijn hoofdje is dit nog altijd een ring waarmee getoverd werd, hè? Ja, man. Kan je het nog, man? Ik ken het niet meer. Jawel. Omdat jullie klein waren, dan kon ik het makkelijk. En dan was het van, zie je die ring? En dan keken ze allemaal naar de ring. En dan was het, hij is weg.
En hij was dan ook echt weg. Waar is hij nu dan? Nou. Ik hoor hem nu gewoon vallen. Mam, je weet je toverkracht kwijt. Juist, dat is het. Ik ben hem helemaal kwijt. Moeder, weet echt je? Magie, ik zweer het. Ja. Ik hoorde hem net kaart op de grond kletteren, maar ik geloof nog steeds. Oké, en als je mij en de kijkers nog één ding mee kon geven wat betreft styling, wat zou je ons dan willen leren? Of wat zou je mij willen leren bijvoorbeeld? Ik zou zeggen, gewoon stijlen zoals jij het zelf leuk vindt. En iets dat je staat. Dat je zegt van, goh, dit staat me. Als het nou flamboyant is of de kleuren en het is zwart. Maakt niet uit. Als jij vindt, dit staat mij, dit is mooi. Mm-hmm. Dan ga je daarvoor. Je mag een trend een beetje volgen. Maar ook een stukje van jezelf. Mm-hmm. Dus de trend, een stukje van jezelf, dan kom je er helemaal. Als je moest kiezen, ja, zou je dan liever één dag van stijl ruilen met mij of met Mireille? Oeh! This is tricky! Oeh! This is tricky! This is tricky, hè? Als ik denk eerlijk moet zijn. Ja. En ook omdat Mireille misschien meer naar iets mij ouder is. Iets ouder is. Mm-hmm. Denk dat Mireille zou kiezen. Oké. Okay. Ja. Ik vind Mireille de stijl erg mooi. Echt een dame. Weet je, als het komt er iemand binnen. Ja. En jij ook. Maar jij bent meer dat jongere visie. Ja, als je mijn stijl zou ruilen, man, dan zou je inderdaad die crop tops gewoon weer aan moeten doen. Daarom, dat bedoel ik. Dat is niet doen, hè? Oh, niet doen. Luipaardprint of bloemenprint? Luipaard, bloemen. Allebei, maakt niet uit. Nee, je moet kiezen. Ik moet kiezen. Luipaard of bloemenprint? Nou, dan maar bloemen. Zilver of goud? Allebei. Oh, nee, ik moet kiezen. Oké, okay. Zilver. Ja? Ik heb allemaal zilvers laten zien, dan kan je niet zeggen goud. Ja, maar je hebt allemaal goud om. Ja, nou ja, ik weet het niet of je dat moet zeggen. Goud is kostbaarder, man. Ja, oké, okay. I know. Maar dan vind ik dat ook zo lullig voor die zilveren dingen. Dan denk ik, ja, dat heb ik net laten zien. Oké, goud. Dan, als laatste vraag. Welke items kunnen volgens jou echt niet meer gedragen worden? Of welke trends kunnen volgens jou echt niet? Afrisbroeken, die zijn uit de boze. Het is weer teruggekomen van die blokstreepte blouses. Maar dan de mannen hebben dat mee. Ja, die heb ik ook. Toch vind ik, ja, jij die checkprint. Dat kan. Toch vind ik ze niet zo. Ik denk, dat was van vroeger. Ik zag het altijd als die houthakker. Ja, dat. Juist. Ja, van die boeren. Dat hoeft voor mij niet heel erg. En die kollenblokken dat er toen was, dat een paar jaar terug, hè? Uh-huh. Was dat toch zo? Dat vond ik vreselijk. Yeah. Want tussen die rood en roze ding, denk ik, oh my god. Soms was het wel mooi, maar voor mij hoeft het niet. Nee. Te bombastiek. Ik hoop dat je de volgende trend die nu gaande is, wel heel erg leuk vindt. En dat is... Want ik heb een item meegenomen die met die trend te maken heeft. Deze tas. Ja. En die gaan we allebei stylen. We hebben natuurlijk niet dezelfde maat. Nee. Dus ik dacht, laten we dan een tas gaan stylen. Deze zat best wel diep in mijn kast. Maar ik vind hem nu weer helemaal leuk. Omdat hij natuurlijk dat slangenprintje heeft. Kan je er wat mee? Nou, van? Kan ik wel wat mee. Ja, ja hoor. Maak het niet te bombastisch, hè? Ik ga het niet te bombastisch maken, want ik hou van rust. Ik denk dat het jasje misschien wel leuk zal staan hierbij. Een sexy jurkje. Is het sexy time? Sexy time. Mam, je wilt wel winnen, hè? Ja, ik ga winnen ook. Ja, dit is een mooie, maar ik vind niet dat het bij de tas past, weet je? Mam, wat heb je ervan gemaakt? Iets zwarts aan. Ik heb een mooi zwart broek met een sportdetail. Ik had een topje van Kant. Kant in de mouwen, maar dat was dan voor mij dan te donker, maar wel chic. Dus dan heb ik een rode jacket gepakt om dan toch het, weet je wel, iets meer kleur te geven. En een baretje had ik, en dat meeste met het tasje. Chic, maar toch met een stoere randje. Ja, ik vond dat je het heel leuk gedaan had. Ja. Want ik vind het leuk dat je dat rood erbij hebt gedaan. Zwart is natuurlijk safe. Mm-hmm. Maar dan dat rood erbij, dat maakt het net iets stoerder. Baretje, I love it. Mm-hmm. Ik zou zelf op zich ook wel voor een baretje hebben gekozen. Maar ik dacht dit keer, nou ik doe eens wat anders. Dus vandaar een hoed. Mm-hmm. En daarbij heb ik dan een jurk. Nou ja, jurk trui eigenlijk. Het is een lange knitwear sweater. En ja, ik vind dat heel erg leuk om dat in deze tijd van het jaar te combineren met een over-knee boot. En alles heb ik eigenlijk een beetje bruinig gehouden, zodat het ja, een soort van
ton sur ton wordt, zoals we het noemen. Dus allemaal zeg maar van dezelfde tinten bij elkaar. Yeah. En het hoedje twijfelde ik wel echt heel erg over. Het kan natuurlijk ook zonder hoed gedragen worden. Maar met hoed voegt het nog net weer even een extra bruin tintje op. Ja, ik vond jouw stijl ook heel mooi. Let it come! Ja, dat is aan jullie. Dat is aan jullie. Wie gaat deze stijlbattle winnen? Jullie mogen dus gaan stemmen op welke outfit jullie het leukst vonden. Namelijk die van mijn moeder. Een zwarte look met een rood jacket erbij. En nog een leuk baretje erbovenop. En of ga je voor de look van mij met natuurlijk weer dezelfde tas. Maar dit keer meer met wat bruine tinten en over knee boots en een hoedje. Laat ons weten wat jij de leukste look vond door te stemmen. En dat kan natuurlijk door gewoon een leuke reactie achter te laten. Wil je bij deze eventjes laten weten dat dit voorlopig de laatste stijlbattle is. Maar ik ga wel andere leuke stijlvideo's maken. Okay. Dus als je daar ideeën voor hebt, laat het me dan vooral weten. Is er bijvoorbeeld één item dat je heel graag gestyled wilt zien? Of heb je moeite met bepaalde kledingstukken? Laat het me dan weten en dan ga ik daar een mooie video van maken met allerlei stijltips. Dus laat sowieso eventjes een reactie achter. Vergeet niet om je duimpje omhoog te doen. En natuurlijk te abonneren op mijn kanaal als je hier nieuw bent. En dan zie ik jullie heel snel weer terug. En stemmen, hè? Stemmen! Let the best win! Duidelijk, man. Hey, pap, wat vind jij ervan? Ik vind het leuk, dus dat maakt me leuk zo. Ja, en ja, mijn outfit zie je niet. Jouw outfit is ook heel mooi. Wie gaat er winnen? Nou, als ik zo naar links en rechts kijk, denk ik dat rechts gaat winnen. Hey. Yeah, sexy lady.